Er is nog steeds geen duidelijkheid over de nieuwe locatie van de Eyoub Sultan Moskee. Gisteren werd er in de raad nogmaals gesproken over de plek waar de moskee naartoe zal verhuizen. Binnen de raad is er nog veel verdeeldheid over de locatie. Ja, laat ik in ieder geval benadrukken dat onze fractie zeker niet tegen het verhuizen is van deze moskee. En eigenlijk willen we daar ook echt steun aan geven. En dan zouden we graag met hun ook nog over na willen denken welke locatie misschien wel beter is. Echter, de locatie die nu gegeven is door de wethouder en het college, daar zijn wij gewoon tegen. En als je kijkt naar het economische karakter van dit gebied, en dan praten we hier over een parel van de stad. En die wordt hiermee opgegeven. En dat vinden wij gewoon een slechte keuze. Door de gemeente aan bestuur en moskeebestuur meerdere locatiekeuzes voorgelegd en besproken. En uiteindelijk kies je natuurlijk simpelweg de beste die er is. Want waarom zou je genoeg nemen met second best? En voorlopig lijkt de locatiekeuze op Jonkerbos te zijn gevallen. En wat deze zes betreft blijft Jonkerbos de beste plek om de moskee te vestigen. Onder andere vanwege de centrale ligging, onder andere vanwege de bereikbaarheid, onder andere vanwege de zichtbaarheid in de stad. Transparant, middenstad en niet ergens langs een of ander industrieterrein. Ik moet eerlijk zeggen dat wij het gebiedsonderzoek, daar zouden wij graag onderzoek naar willen doen. Wij doen in deze stad ontzettend veel onderzoeken en juist de importantie van dit onderzoek kan heel veel vragen wegnemen. En ik zou juist willen oproepen, doe een onderzoek, dan krijgen we namelijk heldere feiten en op basis van feiten kunnen we een besluit nemen. En ik zou de wethouder willen oproepen om dat te gaan doen. Een van de andere opties was in de Spoorkuil, in het Willemskwartier. Een andere optie was achter het Heinz-gebouw op het industrieterrein daar. Wij moeten officieel als raad nog een bestemmingswijziging voorgelegd krijgen. En zodra wij die voorgelegd krijgen, dan begint het liedje weer van vooraf aan.